staan hier op de grens tussen onze buurt waar wij wonen, Shoreditch en de City. De City ligt achter mij, dat is dus het centrum van het geld en van het zakenleven. En dat houdt dus echt op hier. En daar is een plaats waarin dat je het contrast tussen die twee dingen heel sterk voelt. We zien hier een hele dure reclamepaneel dat 's nachts verlicht wordt. En dat hebben ze dus tegen een krot gezet, waar dat mensen trachten in te overleven met een klein winkeltje. Wat dus nu gesloten wordt, het kleine winkeltje. En waar dan nogal protest tegen gedaan wordt. Ze hebben daar dus echt liters verf laten overlopen. En ik vind dat heel interessant om te zien hoe dat verf kan gebruikt worden om te reageren tegen een mistoestand. Op een hele simpele manier. Dus ze laten er gewoon verf overlopen. Ze vernietigen het reclamepaneel, maar het is ook langs de andere kant ook een beeldend protest tegen de inhoud van dat paneel. Nu, die behandeling van die verf, ook bij graffiti op muren en zo, boeit mij als schilder natuurlijk. Omdat ik daar inspiratie uit haal. Zij gebruiken de verf ook dikwijls op een hele andere manier als dat wij als kunstschilder gewoon zijn. Het besmeurt, maar ik vind het niet lelijk. Het wordt niet vuil of zo, ook door die kleuren niet. Ja, het is misschien erg, maar ik krijg er een esthetisch genot bij.